Zaterdag streden ruim 45 jeugdteams op het terrein van Excelsior 20 om de felbegeerde titel Schiedams jeugdvoetbalkampioen 2024. Het kampioenschap is alweer bezig aan zijn 8e editie en wordt dit jaar gehouden op Sportpark Terlede. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil de complimenten geven aan de organisatie van Excelsior 20, want het loopt echt als een trein. Tot nu toe, dat gaat echt hartstikke goed. Het belangrijkste is gewoon dat je ziet dat iedereen zo'n plezier heeft. En al die jeugd die er vol voor gaat voor die titel. En daar doen we het al jaren voor. Ja. En we hebben trouwe sponsoren, mag gezegd worden, die ons daarin steunen. En daarmee zetten we een geweldig evenement neer samen met Excelsior 20. Dus dat is top. Gedurende de dag werden steeds verschillende kampioenen gehuldigd. Dus op een gegeven moment heb de scheidsrechter ook bij 10-0 ging die affluiten omdat het anders iets te veel werd. Dus hij vroeg ook aan mij van, joh, vind je het goed als ik bij de 10-0 stop? Ik zeg, ja, dat is prima. Over de keeper heen en... En ook in de kruising! Ja. Robby is in de kruising. Echt mooie goal. Ja, mooie goal. En ook een hele laag goal, dat ze gewoon in de hoekjes gingen. Nee. Maar ook in de hoekjes, als de keeper bijvoorbeeld probeerde weg te gaan, naar binnen te komen, gingen we eroverheen, wat de anderen ook al zeiden. Ook veel van ver af. Dit was voor ons de eerste Schiedams kampioenschap. Vorig jaar heeft PPC ook meegedaan, maar dat was een ander team. Ja, het is gewoon een fantastische dag voor die kinderen heel de dag, zo simpel is het ook. En de ouders genieten dan vanzelf al mee. Sommigen niet, als ze naar IDDF zijn geweest gisteren, maar daar heb ik al. Wij ook, maar goed, we moeten doorgaan, hè. Dit is natuurlijk wel een opstap naar het Schiedams kampioenschap voor senioren, wat 22 en 24 augustus wordt gehouden, ook bij Excelsior 20. Hebben we verplaatst naar het voorjaar, of tenminste naar de voorbereiding. En dan gaat hier weer een groot Schiedams voetbalfeest plaatsvinden.